Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag opnieuw een leuke gast, een leuk interview voor het WDF Lakeside WK. Het is toch wel de beste Nederlandse scheidsrechter die we hebben. Hij reist weer af naar Lakeside om daar recht te spreken over het dart. Het is Marco Meijer. Ja, Marco, alles goed? Ja, zeker met jou. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, bij mij alles ook helemaal prima. Je gaat weer terug naar Lakeside. Dat moet lekker voelen, dat je gewoon weer bij dat team hoort en dat je gewoon lekker weer scheidsrechter daar mag zijn. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik had natuurlijk niet een paar jaar geleden verwacht dat ik daar ooit nog terug zou keren eigenlijk. Maar het is toch wel mooi. En dan zeker in april, dat is ook weer wat anders dan normaal in januari. Dus het is wel, ik kijk ernaar uit om er weer naartoe terug te gaan. Ja, want het einde van de BDO was natuurlijk een beetje raar. Eerst verhuisden ze van naar de O2 Arena in hun laatste jaar. Hoe heb jij dat allemaal meegemaakt? En vooral het proces dat je dus wel weer bij dat WDF-team van scheidsrechters terecht kwam. Kijk, hoe het gegaan is naar de O2, toen was ik natuurlijk zelf al weg. Alleen, heel veel mensen weten het niet. Alleen, ik heb na de finale in 2019 heb ik al gezegd dat ik ermee zou stoppen als het op deze manier door zou gaan. Ja. Dat ik niet onder bepaalde mensen wil werken, om het zo te zeggen. Toen had ik al gezegd van, het is mooi geweest. Ja, toen hebben we daar nog lang over gepraat en lang over gediscussieerd met z'n allen. En toen uiteindelijk was het in eind juli, denk ik, of zo, dat we gezegd hebben van, de knoop is doorgehakt voor onszelf hebben we het goed geregeld. Dus we stoppen ermee. Ja. Tenminste, om voor de BDO wat te doen. Om voor de BDO te werken. De rest deden we nog wel allemaal, zoals de opens. Maar voor de BDO hebben we op dat moment niks meer gedaan. Ja, dat was dus als een heel team inderdaad, kan ik me nog herinneren. En dan de WDF, de BDO valt dus weg na dat jaar. De WDF gaat iets nieuws opzetten. En toen kwamen ze dus al snel bij jou en je team eigenlijk terecht, neem ik aan. Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje makkelijk, maar Richard en Nick, dat doet natuurlijk heel veel voor de WDF. Dus dan was de optelsom niet zo moeilijk om bij ons weer terug te komen. Alleen je ziet het nu wel, die ene jongen die ook de BDO gedaan heeft, Garin, die komt nu ook ons versterken dit WK. Dus dat is toch wel mooi dat er weer nieuwe gezichten te zien zijn. Ja, altijd goed. Je bent natuurlijk een mastercaller en een caller, die spreken we niet heel vaak. Wat is de mooiste herinnering die jij hebt als caller? De mooiste herinneringen zijn natuurlijk wel als je de Lakeside, dat zijn natuurlijk wel de hoogtepunten. Want Dutch Open is voor mij altijd wel speciaal. Mm-hmm. Want het gebeurt niet veel dat je in eigen land voor zoveel mensen. En Dutch Open, dat is altijd wel een speciaal toernooi. En dat was mijn eerste echte grote toernooi. Dus is altijd wel speciaal voor me. Oké, dit jaar ga je ook gewoon weer, ben je ook weer bij de Dutch Open bij? Daar ga ik wel vanuit, ja. Ga je wel vanuit. Ja, hè, als we kijken naar afgelopen jaar. Je zei het net al van, wat jij ook veel doet, zijn die WDF opens. Afgelopen jaar hebben we volgens mij jou nog niet heel veel gezien op die toernooien. Wel op de NDB ben je ook scheidsrechter. Nee. Was dat nog een specifieke reden? De NDB in Barneveld, dat was een week of 3,5 geleden. Dat was mijn eerste keer kallen weer na bijna 2 jaar. Ik heb 2 jaar stilgestaan. Dus dat die ene keer NDB, dat is mijn enige training voor aankomende zaterdag, zeg maar. Maar dat komt wel goed. hoe kwam dat dan? Heb je dat zelf besloten? Of werd je gewoon niet meer gevraagd door het heeft natuurlijk sowieso, de opens hebben sowieso meer dan 1 jaar stilgelegen. Ja. En met alle dingen om naar Engeland te reizen, had ik gewoon geen zin in. Stel dat ik op dat moment op de terugweg positief test. Ik kan moeilijk naar mijn baas bellen om te zeggen dat ik nog 10 dagen in Engeland blijf. Dat risico wil ik gewoon niet nemen. Dus ik heb gezegd van ik kom pas naar Engeland toe als ik niet meer hoef te testen. Ja. Want ik had gewoon geen zin om het risico te lopen. En gelukkig loopt daar Anthony en Charlie en Nick en allemaal. Dus ze konden het ook wel zonder mij. Ja, en hier op het vasteland is natuurlijk heel weinig georganiseerd. Zoals in België en Nederland en zo. Dus. Ja. Ik heb het heel rustig gehad, om het zo te zeggen. Heel rustig, ja. Zo had ik nog niet eens bedacht. Voelde dat apart? Weer een wedstrijd callen?
Of rolde je eigenlijk meteen weer in? Nou, het grappige... Nou ja, in het begin had ik wel zoiets van... zenuwachtig is een groot woord. Maar ik had wel zoiets van, ja... Het is toch weer even wennen. Alleen het was wel grappig. Want ik moest eerst een meisjesfinale doen bij de NDB. En Rosanne van der Velde, haar eerste drie pijlen waren 180. Dus ja, dan zit je er wel in. Ja, dat is best wel toevallig na 2 jaar, zeg maar. Dat je eerste score is. Ja, na 2 jaar 180 en je bent er meteen weer bij. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja. Dus dat was wel grappig. Ja, ja, als we het over Carlos hebben, dan gaan we natuurlijk ook altijd over ambitie hebben. De PDC is natuurlijk het hoogste wat je bereikt kan hebben. Laatst was een van de WDF-BDO-scheidsrechters, Charlie Costerfine, als ik zijn achternaam goed uitspreek. Die maakte zijn debuut bij de PDC, bij de UK Open, had hij een sessie in ieder geval gedaan. Is dat ook nog steeds jouw ambitie, jouw droom om daar te komen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik loop al wat jaren mee natuurlijk. En ik spreek die mannen, ik zal niet zeggen dagelijks, maar zeker wekelijks. En in de afgelopen 2 jaar is er natuurlijk zoveel gebeurd. En ja, Charlie heeft door... Kijk, ik gun het Charlie van harte. Alleen Charlie is door corona zijn baan kwijtgeraakt. En die is... Die heeft best wel een moeilijke tijd gezeten. En die heeft toen heel veel de Modus Online League gedaan. Ja. Dus daar heb hij dat... Nou ja, geluk wil ik niet zeggen. Want als er iemand heel veel talent op zo'n leeftijd is het Charlie wel. Dus ja, op dit moment kiezen ze voor Charlie. En misschien is de volgende wel Anthony. En misschien komen ze wel bij mij. En misschien komen ze nooit bij mij. En dan heb ik ook vrede mee, zeg maar. Ik heb niet echt speciaal de ambitie om het... Kijk, het zou natuurlijk mooi wezen als het ooit nog een keer lukt. Maar ik heb niet echt de ambitie meer als 5 jaar geleden of zo. Toen ik dacht van, dat is nog het ultieme, zeg maar. Mm-hmm. Dat heb ik niet meer. Wat maakt een goede scheidsrechter een goede scheidsrechter? Als je na de partij... Als je televisie gekeken hebt naar een partij... En je weet na de partij niet meer wie de scheidsrechter is. Kijk. Ja, dat zijn mooie woorden. Want dat betekent dat je in theorie geen fout hebt gemaakt. Mm-hmm. Ja, en met name als je een fout maakt, dan valt het natuurlijk nog extra op ook. Ja, dat is natuurlijk het probleem met onze sport of wat wij doen. Ja, als je 1 fout maakt, kijk dan sta je een dag later, wordt het 23 keer op Twitter gedeeld en 100 keren geretweet. Dat is een beetje... Maar dat is ook het leuke ervan. Ja, ja. Je vindt dat het leuk. Een vraag op mijn lijstje is eigenlijk ook exact die vraag. Wat is er leuk aan callen? Het is voor jou een hobby. Je hebt gewoon hier een baan ernaast. Wat is er leuk aan het callen? Ja, ja. Nou ja, ik zeg altijd, je hebt het beste plekje in de zaal als het een mooie partij is. Ja. En je, kijk, ik ben ook wel op darttoernooien over de halve wereld geweest. En als je in de zaal zit, is het mooi. Maar als je daar op het podium staat, dan voel je wat die spelers voelen. Dat klinkt heel raar, maar dat... En als het echt... Kijk, sommige partijen, dan heb je zoiets van... Nou, gooi maar uit, ik geloof het wel. Maar er zijn ook heel veel partijen die... Ja, dan is het mooi om daar te staan. En dan heb je zoiets van... Nou, ik hoop nu dat jij die lek wint, want dan gaat het nog langer door, zeg maar. Normaal lig ik er niet zo wakker van wie er wint. Van ik gun iedereen het beste. En, natuurlijk heb je van binnen misschien wel favorieten. Omdat je met de een kan je het beter vinden dan de ander. Maar ik heb zoiets van, als die beter is, vind ik het goed. Alleen soms heb je wel het gevoel van, ik hoop dat jij deze lek wint of die set. Want dan kan het nog een poosje doorgaan. En dat is voor de zaal ook mooi. En dan gaat de zaal meeleven. Dat is wel een mooi gevoel. Voel jij die spanning als die de spelers voelen als scheidsrechter soms ook? Vroeger wel en nu eigenlijk nooit meer. Nee. Dus je gaat toen ik net... Ja, ik ga staan en ik speel een bandje af en dat was het. Kijk, tuurlijk moet je soms echt wel nadenken. En tuurlijk moet je soms echt wel kraken en hoop je dat je het goed hebt. En dat je het en als ze iets vragen, dat je 100% ervan overtuigd bent dat je het goede antwoord geeft. Maar als je het al best wel wat jaren doet, dan word je er niet meer zenuwachtig van. Ja, een man met ervaring ben je zeker. Laten we het even kort hebben over het WDF WK zelf. Het eerste WK, het officiële WK van dit WK. Heb je eigenlijk al enig idee welke wedstrijden je mag callen, wanneer je in actie mag komen? Ik kom zaterdagmiddag in actie, alleen welke partij heb ik nog geen idee. Dat horen we vrijdagavond. Want Richard Ashdown die maakt elk jaar het schema wie wat doet. En dat is altijd eerlijk verdeeld. Dus we doen allemaal een kwartfinale heren, we doen allemaal een kwartfinale dames. En,
enzovoort. Dus ja, ik zie het wel. Ik hoor het vrijdagavond wel. Ja, en dan wie dan de halve finale finale doet, dat wordt dan later besloten. Of hoe werkt dat? Meestal vult hij het schema aan tot en met zondagavond. En ja, je kan het ook de afgelopen jaren terugkijken. De ene keer sluit hij de finale af. Het jaar daarna sluit hij de finale af. Het jaar daarna sluit hij de finale af. Dus dat is, ik denk dat het is gewoon bijna allemaal zo volgeprogrammeerd, zeg maar. Oké, okay, duidelijk. We weten dat je ook gewoon een liefhebber van de sport bent. Ja, je gaat naar het WDF-WK, dus je hebt er ongetwijfeld ook een beetje ingelezen naar wie er nou eigenlijk meedoet. Wie is jouw favoriet? Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen natuurlijk als scheidsrechter, maar ja, dat mag je wel zeggen, toch? Okay. Nou, ik ga nu heel politiek correct zijn, maar dit jaar, er doen mensen mee dat ik, die waren een jaar geleden gekwalificeerd had, waar ik bij wijze van spreken nog niet echt vaak van gehoord had. Ja. En ik denk, en natuurlijk kan je dit niet vergelijken met de PDC, maar ik denk dat het dit jaar wel interessant is dat er mensen uit windstreken komen, dat je denkt van, nou ja, het zal wel. En dat sommige mensen wel eens heel ver kunnen komen. En het is, ja, je hebt misschien een paar favorieten. Ik denk dat de mensen die een toolcard hebben en die ervoor gekozen hebben om het WDF-WK te gooien, en de mensen die heel veel in de online league gegooid hebben van modus, mm-hmm, dat die heel veel voordeel hebben, omdat die heel veel wedstrijdritme hebben. Maar ja, ik ben liefhebber van de sport, dus ik denk toch nog steeds dat Adams bijvoorbeeld, kijk, ook al is het de oudste man van heel Lakeside, ik denk echt dat hij een grote favoriet is. Weet je, hij heeft net zoveel WK's gespeeld als de rest die er allemaal bij elkaar loopt. En ondanks dat hij de eerste ronde een hele moeilijke heeft, ja, denk ik toch maar, ik denk dat niemand tegen Adams wil spelen, laat ik het zo zeggen. Ja, levende legende sowieso. En wat jij zegt, ook iemand die heel veel in actie gekomen is in die live league. Ja, en het is niet zo dat hij daar 75 gemiddeld gooide elke keer. Het was ook echt allemaal goed. Gewoon weekendjes winnen dus, en zo, ja. Ja, dus ja, het zou me niks verbazen. Maar misschien is dat wel, ja, misschien wel te mooi voor je eerste WDF-WK als dan zo iemand het wint. Ik hou van nostalgie, ik hou van geschiedenis en zo. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ondanks dat ik, als zou een jongen van 25 of bij wijze van spreken, zou ik ook mooi vinden, want het biedt ook weer perspectieven voor alles. Maar ja, ik ben wel een romanticus en dat soort dingen. Ja, ja, of een jongen van 15. Luke Litter doet natuurlijk mee. Ja, dat zou ook een verhaal zijn natuurlijk. Ja, nou, ja, ik heb die jongen nog nooit in het echt zien gooien, maar wat ik van die jongen online zie, dat is echt krankzinnig. Ja, ja, wie weet, ja. Mag je schrijven? Ja, wie weet. Ja, wie weet. Eén laatste vraag, dus zoals ik net al zei, het eerste WK van de WDF. Ja, hoe zie jij de toekomst van de WDF voor je, als je het zo bekijkt? Wat voor rol moeten ze innemen binnen het darten? Nou, ik denk dat ze dat al heel erg hebben aangekondigd, dat hun een soort van kweekvijver zijn voor de rest. En ja, kijk, de WDF zegt altijd, de PDC heeft 128 mensen. En die andere 128 miljoen die doen darten, dat is natuurlijk overdreven. Die spelen bij de WDF. En ik denk dat voor iedereen is het, ja, voor jou en mij, als wij naar Open België willen of naar Dutch Open, je legt een paar euro neer en je kan meedoen. En dat is natuurlijk heel toegankelijk. En zo kan je, en zeker met het nieuwe puntensysteem, kijk, nou kan ik niet darten, maar er zijn dus heel veel mensen. Stel dat je een groot toernooi wint, sta je er wel gelijk op Lakeside. En ik denk dat de drempel is lager om het te halen voor bepaalde mensen dan. En ik denk dat het een mooie opstap is om uiteindelijk het hoogste doel te halen. Ja, ik ben het helemaal met je eens. We gaan genieten van het WDF-WK eindelijk weer op Lakeside met een Nederlandse scheidsrechter, Marco Meijer. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier in Engeland. Is goed, dankjewel en tot snel.